Deze nieuwsuitzending wordt heel leuk. Het gaat over waarheid. Ik ben nogal, bij mensen zeggen dat ik weet niet wat ze van me zeggen. Niet allemaal positief, hè? Maar ik maak wel van alles mee. En deze uitzending gaat over mijn vriend Henk. En dan niet die rode Henk uit Café de Wacht. Daar heb ik niet veel over te vertellen. Dus daar heb ik het niet over. De laatste keer dat ik Henk uit Café de Wacht zag, ik zei helemaal niks tegen hem. Toen begon hij uit zichzelf in het schemer, begon hij me uit te lachen. Ik begrijp niet waar die rode Henk het over had, hoor. Hij is een halve kop groter dan ik, dus misschien dat hij dat een reden tot lachen vindt. En hij heeft geen bril en ik wel. Ja, en hij weegt 85 kilo, denk ik. En ik weeg op mijn goede dagen, weeg ik 61. Op het moment dat ik 63 à 64 à 65 kilo ga wegen, gaat het niet goed met mij. Nee. Dat past niet bij mij. Jo, maar je mag wel wat meer spik op je leef. Ja, dat bepaal ik zelf wel. Nou, hij is natuurlijk veel zwaarder dan ik en een halve kop groter. Dus ja, hij met me tegen de vlakte aan voordat ik Abraham kan spellen. Dat begrijp ik ook wel. Maar moet hij maar daarom gaan uitlachen vanuit het halfduister? Wat een homo. Ik ben ook helemaal niet bang voor hem. Moet hij vooral proberen om mij met een vinger aan te raken. Jezus. Ik ben meestal omringd met vrienden. Dus ik hoef maar te gaan miauwen en al die andere vrouwtjestijgers die komen even kijken wat er aan de hand is. Of vrouwtjes leeuwen. Nee, niet die Henk. Nee, ik heb het over die Henk van het streetcafé. Dit gaat echt maar heel rustig, hè? Daar gaat het ook om, hè? De rust. De anekdote. Iets wat echt gebeurd is. En ik ken Henk. Van het schaken. Henk is zo'n... Hij is iets kleiner dan ik. En hij heeft gewerkt in de horeca. Als grindtrapper. Zo noemde mijn vader dat beroep. Mijn vader die stond achter de kachel. Dat betekent het fornuis. Bloedheet natuurlijk. En zweten, dat loste mijn vader op met het drinken van Amstelbier. Maar soms ook Heineken, hoor. Mijn vader was niet een racistische bierdrinker. Ben jij mal? Als het een beetje koud was en het een beetje bubbeltjes water en alcohol erin en een beetje bitter, zo'n huppakee. Mijn vader die wist zijn lichaam koel te houden. Een krat bier per dag, dat is echt... Maar mijn vader stond achter de kachel. Dat is zweten, dan moet je aanvullen natuurlijk. Henk niet. Henk die werkte dus op het terras. Dat heette de grindtrappers. En mijn vader die legde me uit. En dan moet je weten dat mijn vader die werkte... dat was dan... Even nadenken hoor. Mijn vader heeft weken gedraaid van 84 uur. En dan moet je dat delen door 5 minimaal. 6. Doe met kerst was mijn vader niet thuis. Echt niet. Mijn moeder zat heel alleen kerstmis te vieren. Elk jaar. Dat was het moment dat mijn vader mooie centen ging beuren. Ja, dan sta je wel 3 gangen te doen, whatever. Mijn vader was een hele getalenteerde kok. En die vertelde dus aan mij van... ja, ik doe dat getalenteerde werk... en hebben die andere mensen, die hoeven alleen maar... dat wat ik getalenteerd gemaakt heb. Dus Bourbaise di Mignon of zo. Het maakt er niet uit. Geef mijn vader dat kookboek maar. Van, nou, wat wil jij gekookt hebben? Kom maar op met dat boek. Nou, mijn vader kan lezen, kon lezen, hij is inmiddels dood.
En mijn vader leest zo'n recept en zegt, oké, dat is best. En wat zijn de ingrediënten die je hebt? Mijn vader was er ook een ster in om allerlei ingrediënten in de vuilnisbak te gooien. Die zei, ja, dit ga je mensen niet serveren. Zo'n baas boos. Haal het uit de vuilnisbak, want dat was hartstikke duur. Nou, daar heeft mijn vader dus, hoe heet dat ding? Dat is die, dat orgaan wat in een kalf zit. En dat is weg als de kalf een koe geworden is. Hoe heet dat orgaan nou? Dus het schijnt lekker vlees te zijn. Ik heb het nooit gegeten. Het is geen milt. Het heet anders. En dan zei de baas tegen mijn vader. De baas van mijn vader zei tegen mijn vader. Ja, dan maak je toch maar klaar. Want het was hartstikke duur. En die mensen willen dat specifiek eten. En dat beur ik. Mijn vader werkte in die klassenrestaurants. Dus zo'n gerechtje, dat gaat dan over de toonbank voor 100 gulden. Inclusief een glaasje wijn. Dus, ja, nou even niet zeiken. Dus, toen heeft mijn vader de zwezerik, zo heet dat. Zwezerik, met een Z. Ja, mijn vader die zwezerik uit de vuilnisbak gehaald en toch maar in de pan gedaan. Die man die kreeg darmproblemen en die vrouw ook. En die vrouw heeft, ze moesten nog helemaal terugrijden vanuit in de buurt van Aalsmeer of zo, of Uithoorn. Terug naar Amsterdam, want daar woonden ze. Of de Bijlmer, ja, is ook Amsterdam. En vlakbij onze flat heeft die man de auto aan de Van der Hooplaan gezet. En die is met zijn blote billen in de goot. Ja, en die vrouw, die heeft dat denk ik niet gedaan. Maar die man had wel zoiets van, ja, kom op. Ik ga niet in mijn broek schijten. Maar die vrouw heeft waarschijnlijk wel in de broek gescheten. Ja, vind je het gek? Je hebt bedorven zwezerik gegeten. Terwijl mijn vader nog had gezegd, deze rotzooi gooi je in de volle bak. In een jiskevat. Jiskevet. Vuilnisbak is dat. Dat is Fries. Ja, zo is mijn vader. En mijn vader zei, ja, maar die grindtrappers, dat zijn er ook een paar, hoor. Dat zijn meer van die ja, soort Arnold Schwarzeneggers die de hele tijd moeten sjouwen, van links naar rechts. Mijn vader hoeft alleen maar die biertjes in zijn mond te gooien en een beetje rommelen aan die pannen. En zweten natuurlijk, maar dat gaat vanzelf. En mijn vader had groot respect voor de grindtrappers. Nou, mijn vriend Henk, dat is een grindtrapper geweest. Maar nou niet meer. Jaren gewerkt in de horeca. En dan alleen maar naar de keuken lopen met de bestellingen. En dan teruglopen met de borden. En dan weer naar de keuken lopen met de lege borden. En dan weer naar de keuken lopen met de bestellingen. En dan weer teruglopen naar het terras met de bestellingen. En kortom, je wordt er helemaal gek van. Dus je blijft de hele tijd maar lopen. Dat is een beetje grindtrapper. Ja, die draait 60 kilometer per dag. Of iets wat daarop lijkt. Echt toch helemaal meer dan 6 kilometer. Meer dan 10 kilometer per dag, hoor. En dan moet je ook nog door grind lopen, want de gasten vinden dat zo gezellig. Dat knisperende grind. Nee, maar jij als grindtrapper, dat kost de partij energie, jongen. Er zou een wet moeten komen van Frank Blokhuis, waar ik zo'n mooie uitzending over gehouden heb. Dat het verboden wordt, dat terrassen, daar moet minimaal een asfaltlaantje in zitten of een stenen paardje. Zodat degene die aan het runnen is, dat een beetje makkelijk kan lopen en niet door die, door het grind. Kost je veel te veel energie. Nou, Henk die heeft zijn benen kapot gelopen. Hij zegt dat het daarvan komt. Ik zeg, ja, dat zuigt Henk uit zijn neus. Dit was een verkramping die al bij geboorte geconstateerd was. Ja, Henk heeft mij verteld dat hij tientallen jaren lang was hij de runner. Iedereen wist van als je als baas wil je snel de borden van links naar rechts. En
bestellingen opgenomen, dan glaasjes meenemen. Een beetje de papegaai zijn van tafel 13 wil een escargot setje met béarnaise saus. En dan weer terugrollen natuurlijk. Want er komen weer nieuwe gasten aan. En dat was Henk. Die heeft veel geld verdiend, vertelde hij. En altijd van de vrouwen afgebleven. Nooit wat mee, misschien heeft hij wel een keer seks gehad, maar nooit serieus. Ook geen problemen op dat terrein. Dat maakt hem ook een blije man. Nou, nu zijn zijn benen kapot gelopen. Dus hij heeft een rollator. Ja, oké. Maar als we dan gaan schaken, dan is er nog zo'n doos. Dat is een spelletje. Het is in een streetcafé. Ga er lekker naartoe. Een streetcafé is een leuke tent, hè? Daar is ook een backgammonbord. En dan gaan we schaken. Als het zover is. Dat niet iedere keer. Soms heeft Henk geen zin. En dan gaan we schaken. En dan pakt hij dat backgammonbord. En dat legt hij dan op een van die stoelen. Als je binnenkomt bij een streetcafé, heb je links een tafel staan. Hè? Met vier stoelen. Nou, legt hij dat backgammonbord op zo'n stoel. En dan gaat hij met zijn billen, met zijn magere billen, op dat backgammonbord zitten. Ik snap ook wel waarom. Die stoel is een beetje te laag voor hem. Dan moet hij helemaal overeind komen. En die spieren, ja, er zit verzuring in, denk ik. En hij woont hier op de Bult. Ik weet niet waar. Maar hij heeft me wel verteld waar het ongeveer is. Maar ja, je weet het wel. Vanuit Arnhem, je hebt de Rijn. Dat ligt onderaan Arnhem. En dan moet je naar het noorden. En dan kom je alsmaar hoger. En daar woont hij. Ik zei, oh, woon je daar helemaal? Dan zei hij, daar woon ik. Maar ik heb toch een rollator. Knap hoor. Door Henk, die heb ik ook, die zie ik ook in de supermarkt. Dan komt hij helemaal naar de supermarkt bij mij hier om de hoek. En dan zit hij de krant te lezen en koffie te drinken. En dan weer helemaal terug. Henk heeft ook niet zo'n elektrisch karretje. Ja, dat klopt ook. Kijk, Henk zijn benen zijn verzuurd en hij kan niet meer zonder rollator de Bult op en af. Dan zakt hij van de pijn in elkaar. Maar dat betekent niet dat Henk niet kan lopen. Natuurlijk wel. Een rollator nodig. En ik stel me ook zo voor dat als hij van de Bult omlaag komt. Zo heet dat in Arnhem, hè? De Bult. Als hij van de Bult omlaag komt, dat hij dan moet remmen. Want die rollator, ja, die rolt de Bult wel af. En dan hij achter zijn rollatorarm hollen. Dit lijkt voor hem de Bult af. Nog een heel gedoe. En die moeite, die neemt hij dan. Niet om mij te zien, daar gaat het helemaal niet om. Maar hij neemt de moeite voor zijn lichaam. Ja, en werken, ja, dat kan hij niet meer. Wat heb je aan een man? Want hoe oud zou Henk zijn? Ja, ik weet het even niet. Hij heeft echt zo'n gezicht met van die wallen onder zijn ogen en dat dunne haar. En, nou, hij is echt niet obees. Hij is gewoon fel over been. En een vriendelijke glimlach. En hij rookt tabak. En hij kan schaken. En hij denkt best lang na. Over, ik ben meer van zo'n tuk, 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 tuk. En dan maak ik hem zenuwachtig. Dat wil ik ook niet doen. Ja, ik ga toch niet voor de lol lang zitten nadenken over een set die ik al lang zie. Ja, kortom, ik win meestal van hem. Maar niet altijd. Ben jij hem af? Altijd weer leuk als hij van mij wint. Want het gaat bij mij het schaken helemaal niet om het winnen. Behalve dat ik wil winnen.
Ja, als ik niet wil winnen, hoef je niet met mij te schaken. Dan mag je gelijk mijn koningin hebben en ik krijg mijn twee torens erbij. En mijn paarden lever ik ook gelijk in. En je mag mijn bisschoppen hebben. Oh, die pionnen wil je ook hebben. Nou, is goed. Heb ik nu nog een koning, kan je mijn mat zetten. Ja, daar heb jij toch geen zin in, of wel? Dus ik probeer te winnen. En van Henk, toen we nog regelmatig schaakten, ik heb hem een tijdje niet meer gezien. Nou, dat won ik vaak. Maar hij kan er ook wat van, hoor. Hij heeft ook mij gepakt. Dat vond ik altijd leuk. En hij heeft dus die rollator. Komt hij aanzetten met die rollator? En dat kan niet anders, hè? Helemaal van de bult afgelopen. En er ontbreekt een bout. Die rollatorconstructie die bestaat uit vier wielen en ja, dat linker voorwiel dat zat niet vast. Die bout was eruit gedonderd. En dat werkte dan nog wel een klein beetje, maar dat was misschien dat er nog aan één boutje hing, maar dat andere boutje was pleiten. Ik zeg tegen Henk, waar is je boutje? Ja, zei Henk, dat weet ik niet. Dat ben ik kwijt. Ik zeg tegen Henk, dat kan niet, jongen. Daar moet je wat aan doen. Ja, ja, zei hij, alles op zijn tijd. Ik denk van, ja, Henk. Je moet er toch niet voor je zien dat je druk bezig bent om de bult op te gaan. En een of andere grote hond komt langs hollen en die zegt woef. En jij draait je plotseling onverwacht om. Je denkt, oh, een gevaarlijke hond. En dan krakt dat ding in elkaar. Ja, dan flikker jij met je linkerkant van je hoofd tegen de kei aan. Dat draait onze ziektekostenverzekeringskosten alleen maar op. Dat heb ik niet tegen Henk gezegd. Ik heb dat alleen maar gedacht. Van Henk, die moet er wel wat aan doen. Ja. Dan kwam hij even later, zag ik hem weer, gingen we weer schaken. En zijn rollator was gerepareerd. Ik zei, Henk, dat kan niet. Dit kan niet. We waren aan het schaken, maar ik zag die rollator. Ik zeg, Henk, dit is geen reparatie. Dit slaat nergens op. Wat had een of andere vriend voor hem gedaan? Die had nog een rol duct tape. Van dat dikke plakband. Dat grijze spul. Dat koop je bij de Action. Voor 80 eurocent per 10 meter. En die had er ongeveer voor 1,20 euro duct tape omheen gedraaid. Ik zei, Henk. Daar kan je toch niet mee over straat, jongen. Dat heb ik gezegd. Ja. Dat jaagt kleine kinderen alleen maar angst aan. Oké, zei Henk. Nou, weer een paar weken later komt hij in het streetcafé. Ja, helemaal gerepareerd, hè? Dus alle zwenkwieletjes, alles weer helemaal in orde. Ik zei, hey Henk, je hebt hem laten repareren. Nee, zei Henk. Dit is een leenrollator. Zo. Ja, zei die. En die had ik al 2 weken geleden terug moeten brengen. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen. Nee, zou ik ook niet doen. Die rollator was prima. En die oude rollator van Henk, ja, die geven ze maar aan een andere grindtrapper die zijn benen kapot gelopen heeft. Maar 5 jaar jonger is. Mijn vriend Henk is op leeftijd en die krijgt het meest moderne model rollator. Nou, en Henk begrijpt die humor wel. Met Henk heb ik ook nooit ruzie, hè? Dus helemaal niks. Helemaal nooit, man. Henk weet dat ik zo'n sukkel ben die omgegaan is met vrouwen. Dat ik er eentje zwanger heb gemaakt en dan janken als een wolf in de lege ruimte met een volle maan. En hij zegt, ja, dat is je eigen schuld. Ja, kortom, Henk en ik zijn uitgeluld. Klaar. Maar wel lekker schaken. Dat is altijd gezellig. En dan geef ik hem een Jägermeister. Ja, hij heeft niet zoveel geld. Ja, hij kan niet meer werken. Dus hij zit op een uitkering van, weet ik veel, veel te weinig. Hoe die man aan zijn eten komt, weet ik niet. Misschien een buurvrouw die hem af en toe
spruitjes met... Wat zou je doen? Spruitjes met lekker goed doorgekookte aardappels. En een gehaktbal met lekker veel jus. Ik denk dat Henk dat wel lekker vindt. Het lijkt me wel een spruitjeseter. Geen luxe dingen voor Henk. Dat heeft geen zin. En dan zat ik met Henk, zaten we te schaken. En toen wilden we allebei even buiten zitten. Ik had één keer gewonnen, Henk had één keer gewonnen. En we vonden het genoeg geweest. Even buiten zitten, het was warm. Hè? En dan kon je erbij, als je bij het schietcafé daarvoor staat, voor de ingang, heb je links heb je 2-3 tafels. En rechts heb je 1 tafel. En wij zaten dan, als je vanuit buiten naar binnen kijkt, links. En Henk zat bij de deur. En ik zat er dus naast. Hij is de rollator natuurlijk voor hem staan. En toen kwamen we dan van ons uit gezien links. Dus van als je binnenkomt rechts. 6 Marokkanen zitten. Of Noord-Afrikanen. Van die getinte jongens. Donker haar. Donkere ogen. Maffe gymschoenen. En allemaal een iPad of een iPhone of een iPhone Plus of whatever. En die strijken neer als groep rond dat tafeltje. En beginnen te iPadden. Of iPhonen of iPhone Plus. Toen zei Henk tegen mij, dit mocht vroeger niet. In Nederland. Vroeger was het zo dat je op een terras mag zitten ten koste van 1 consumptie. En dan mag je zo lang blijven zitten als je wil. Ja, niet 8 uur lang natuurlijk. Maar dan mag je best wel even blijven zitten, maar je bestelt wat. Toen zei ik tegen Henk van, ja, dat is eigenlijk wel een goede wet. Want die stoelen bij het streetcafé, elke nacht, je gaat maar controleren, maar elke nacht worden die stoelen binnengezet. En elke ochtend worden die stoelen buiten gezet. En die mensen die met die stoelen sjouwen, die moeten betaald krijgen. Ja, waarvan? Van mokro's die daar gratis komen zitten? En ik sprak helemaal niet hard met mijn vriend Henk. Dat is helemaal niet waar. Ik zat niet te schreeuwen. Ik zei het tegen hem. Maar die mokro's, die vingen dat op. Ja, ze zitten op 2-3 meter afstand. En ze zaten ons te beloeren. Want ze denken, wat is dat voor een stomme vent met een dikke bril en die andere stomme vent met een rollator? Dat zijn vast Nederlands-fascistische aanslagplegers. Het zijn Adolf Hitlers. Of zo. Die zijn vast tegen Marokkanen. Henk en ik zijn helemaal niet tegen Marokkanen. Maar je gaat niet gratis op een terras zitten. Dat kan niet. Ik kreeg in de gaten, want Henk die keek niet naar het groepje. Maar ik zag dat, omdat ik zat dus rechts van Henk. Henk zat links van mij. En daar weer links van zat dat groepje mokro's. En dan die langste mokro, die had de grootste iPad X9. Een tablet, zoals u weet. En die zat naar ons te luisteren. En die begon te brommen tegen zijn vriendjes. Van het stelletje oude lullen daar, die kunnen we hebben binnen 3 seconden. En ze zitten over ons te dissen. Nee, we zaten die Marokkanen helemaal niet te dissen. Die Marokkanen hadden moeten begrijpen dat die stoelen, die worden 's morgens neergezet door iemand die daarvoor betaald moet worden. En aan het einde van de nacht moeten die stoelen weer naar binnen gesjouwd worden. Ja, maar wij bestellen niks en we maken niks vies. Nee, maar jullie zitten wel te blowen.
Dat zag ik ze ook doen. Ja, die asbak is gratis. Ja, maar wie maakt die asbak schoon? En Henk werd ook boos, jongen. Ja, ze zitten over ons te lullen. En toen zei ik tegen Henk van, nou weet je wat? Ik pak die rollator van jou. En die smijt ik in het groepje. En dat was die tijd dat die rollator nog kapot was. Hè? Het was toch een kapotte rollator. En toen zei Henk van, nou, dan kan je beter een terrasstoel pakken. En nog beter kan je maar gewoon blijven zitten. Ik denk, oké, wat ik luister naar Henk, want Henk is ouder dan ik. Respect voor de ouderen heet dat. Hè? Dus ik zei tegen Henk, dus geen probleem jongen, ik blijf me rustig houden. En toen kwam dat lekkere ding, want in het streetcafé, als je mazzel hebt. Hè? Maar er staan daar mooie vrouwen achter de bar, jongen. Wow. Ja, dan moet je dus wel tegen kunnen, maar gelukkig verkopen ze daar alcohol. Dus als die vrouw te mooi voor jouw ogen is, dan hup, dan mek je er 3 Jägermeister in. En dan heb je wel andere problemen aan je kop. Namelijk, waar is de play? En kan je die nog wel bereiken? Ah, die geweldige, mooie zus, moet ik dan zeggen. En die vrouwen in het streetcafé, die hebben een mooi lichaam. En zijn zedig gekleed. Die lopen niet met blote tepels of zo. Gewoon een zedig geklede vrouwen. Ja, waarom niet? In die tenten komen bikers. Er komt van alles. Ja. Die barkeeper, die komt naar buiten lopen. En die zegt, hallo heren. Wat wilt u drinken? En die mokroos zo. Nee, we willen helemaal niks drinken. We willen met onze billen in deze stoelen zitten. Ja, zei dat meisje. Jonge vrouw. Dat mag niet. Als je niet bestelt, sta op en wandel. Huh. En ik zat daar eens achter en ik gaf zo'n elleboogje tegen Henk. Kijk, zie je wel? Het is waar, hè? Het idee van de leeuw. Je moet die vrouwtjes de aanval laten doen. Oh, zag ze er mooi uit. De haar heel netjes in een staartje. En, ja, zij draagt oorbellen, maar waarom niet? Ze is er aan het werk. Platte schoenen. Ja, natuurlijk kan ze er niks aan doen dat ze is zedig aangekleed. Maar je kan gelijk zien hoe zo'n... Het is niet een iets. Zo'n lichaam, dat moet je zeggen. Zo'n iets van lichaam, dat mag je zeggen. Hoe dat eruit ziet zonder kleren. Ja, natuurlijk. Ik wel. Maar daar kan zo iemand niks aan doen. Ze is zedig gekleed. Ja, er zat geen boerka omheen. Ja, dat is niet mijn probleem. Straks gaan die katholieken nog verzinnen dat alle vrouwen ingeblikt over straat moeten. Dus alle vrouwen, als ze dan boodschappen willen gaan doen, dan hebben we hele grote conserveringsblikken. Dat is best goedkoop te maken, dus aluminium en wat ijzer. Dan stop je vrouw in zo'n blik en dan zitten van die wieltjes onder. Heeft ze van die kleine kijkgaatjes naar buiten. Een soort onderzeeër, maar dan om mee boodschappen te gaan doen. Ja, dan weet je echt niet wat er in dat blik zit. Ja, een burka is behoorlijk verhullend hoor. Dus dat helpt ook niet. En die jongens die dropen af. En die hoofdmacro met de grootste iPad, ja, die stond als eerste op van, als we hier niet gewenst zijn, nou, dan gaan we weg. Ja, dat gaat er helemaal niet om dat je gewenst bent. Je gaat er ook niet naar de McDonald's van, als we hier geen hamburgers mogen bestellen, nou, dan gaan we weg, want dan voelen we ons gediscrimineerd. Ja, rot op. Ja, naar de McDonald's gaat, dan moet je bestellen, of wat? Nee, de McDonald's is gratis en ik vind dat dit terras ook gratis is, want ik mag hier gaan zitten. Nee, het is niet gratis. Helemaal niet. Wel, het openbaar vervoer, dat is ook gratis, want dan ga je inzitten en dan ga je gratis van links naar rechts.
Ja, het openbaar vervoer is niet gratis. Niet in het echt. Je kan de boel wel lopen proberen te besodemieteren. Die zogenaamde verkrachter van Marianne Vaanstra, die schijnt dat ook gedaan te hebben. Gewoon op de trein stappen. En ik wil naar Haarlem. En dan ga je komen ook. Want dit is de trein naar Haarlem. Weet je die vent ook alweer die dat geflikt heeft? En toen bleef er nog eentje zitten. Die had zo'n klein iPhone'tje. En die dacht van nou, in mijn eentje val ik niemand lastig. En toen kwam de barhouder op naar hem toe en zei... Wat ik net tegen jouw vrienden zei, zeg ik ook tegen jou. En wat ik zeg is een vraag. Wat wil je drinken? En wat doe je anders hier als je niet wil drinken? Wil je stenen eten? Nou, stenen eten kan je overal hoor. Rijnwater drinken, dat is gratis. En nog ietsje doorlopen richting de Rijn. En een handje in het water. En in je mond. En nog een beetje vissmaak ook. Ik met Henk lachen, jongen. En die mokro's opgerot. En toen zijn Henk en ik volgens mij daarna nog even naar binnen gegaan. En we potje 3 gespeeld. En ik hem een Jägermeister betaald. Wat kost een Jägermeister? 2,50 of zo. Kruidendrank. Goed voor zijn botten, voor zijn spieren, voor zijn brein. En ik hoop dat Henk dat ook vooral die avond... dat ik tegen hem zei van mag ik je rollator even lenen? Dat hij zei van nee, pak maar een terrasstoel. En dat ik zei van ja, oké. En toen zei hij beter, ja snap je, die hele avond. Ik hoop dat Henk dat goed herinnert. Denk ik wel hoor. Hij komt dan hier in de supermarkt. Dat is ook een pokken aan het lopen voor hem. Altijd vriendelijk tegen mij. Even gedag zeggen, meer niet. Geen gouden hoer van de kant van Henk bij hem af. Henk zegt hallo. Die leest de krant en als je wil schaken, hij heeft ook zin, nou, dan ga je schaken. Met Henk hoef je niet te ouwe hoeren over de wereldpolitiek. Wat maakt hem dat uit? Hij heeft al lang zijn strategie gevonden. Met je tengels van de wijven afblijven. Dan loopt het uiteindelijk het beste met je af. Ja, behalve dat hij dan moeite heeft met lopen. Dat heeft mijn tante Til ook. Ik denk dat hij een gelukkig mens is. Ik ben er trots op dat hij weet... Ik ben er trots op dat hij met mij geschaakt heeft. En dan moet ik me even wachten op zijn volgende set. Maar er zitten echt hele lullige zetten tussen. Die je niet ziet aankomen. Henk lachen. Schaakmat. Ik denk kut, kut, kut. Voor de gein natuurlijk. Drinken we nog een hij drinkt dan Jägermeister, ik niet. Maar... ik drink rode wijn. Dat is net zo duur. Dat kost samen €5. Dus dat is een mooi afgerond bedrag. En alles wat ik uitgeef in een streetcafé... dat gaat niet naar de oorlog in Irak. Ja, voor een deel wel. Want die accijns gaat er natuurlijk overheen. En die BTW en die wordt gebruikt voor de oorlog in Irak. Ja. Ja, daar moet ik nog even over nadenken. Hoe ik die puzzel ga oplossen. Maar toch lijkt het mij, als we allemaal lekker naar het streetcafé gaan, dat er dan minder geld gaat naar de oorlog in Irak. Dat moet het doen zijn. Daar moet je nog even over nadenken. Ja, ik nodig jullie ook uit, hè.
kom naar het streetcafé. Neem je rollator mee, als je dat nodig hebt. Want je mag met je rollator in het streetcafé, jawel. Ja, maar Piri, streetcafé is een hele gevaarlijke tent. Daar komen, bikers komen daar. Van die mannen of van die brommers. Brrr. Ja, die zijn echt heel gevaarlijk, die mannen. Hoor. Zo. Ja, maar er komen ook ex-prostituees. En die hebben op kickboksen gezeten. En ook professioneel gekickbokst voor geld. En, ja, die komen er ook. En als je daar ruzie mee kreeg, dan krijg je een paar klappen voor je bek. Ik weet niet of ik daar durf te komen. Ja, daar heb ik gewoon te veel angst. Dan moet je van tevoren wat gaan innemen. Je angst overwinnen. Standaard recept is 5 jenever. Nee, 5 jenever is te veel voor mij. Ah, oké. 4 jenever van tevoren. Iets met ijsklontjes. Een beetje moed indrinken. En dan ga je naar het streetcafé. Dan kom je ook die dingen tegen die ik ben tegengekomen. En wat denk je dat er meer is om te beleven in het leven? Denk je dat ik een probleem heb met die massale immigratie? Op het internet hoef je maar te kijken. Naar Tommy Robinson en... Ik helemaal niet. Ik en Henk hebben die mokro's zonder bloed laten lopen. Maar wat denk je dat wat er gebeurd was als mijn vriend Henk in een vrolijke bui was en had gezegd van oké, mijn rollator loopt gevaar, jouw bril loopt gevaar, want Henk heeft geen bril. Nee, die heeft geen bril. Ik wel. Dus dan moet ik mijn bril afgeven. We moeten zijn. Oh, dan doe ik mijn bril in de rugzak in zijn rollator. We zetten die rollator opzij met mijn bril. Ik sta op en ik vraag aan de eerste mokro: wie is de eerste mokro die een terrasstoel door zijn schedel wil hebben? En mijn chaperon staat achter mij. Nee, maar dat zou leuk worden. regelrechte knokpartij op het terras van het streetcafé. Dat is niet gebeurd. Dat willen die mensen van het streetcafé ook echt niet. Dan moet je niet denken dat ze dat willen. Dat is niet waar. Ze willen wel dat je zo denkt. Mensen die niet bestellen, wegwissen. Ja, maar ik ben Marokkaan. Ja, nou, maakt niet uit. Al kom je van IJsland, als je niet bestelt, wegwijzen. En mijn vriend Henk, dat is een geweldige, fijne, aardige, toffe schakert. Ik ben er dankbaar voor dat ik met hem geschaakt heb. En dat ik met hem kan praten zonder iets te zeggen. Hij tegen mij zegt, doe een beetje kalm. En ik zo, oké, Henk. Even kijken wat er gebeurt. En dan gebeurt het. En die makro's die rotten op. En hij en ik hebben een leuke avond. Henk leest wel de krant. Ja, dat heb ik ook gedaan. Ik lees het ook nog wel eens hoor, de krant. Maar ik word er meestal... opgewonden van. Ik krijg zo'n gevoel van humor. En dit was de ere van mijn vriend Henk, die ik heb mogen ontmoeten in die supermarkt heet De Spar. Dat is op het kerkplein hier in Arnhem. Daar moet je ook naartoe gaan. Hele goede bediening. Het assortiment is net zo kut als bij de Albert Heijn. Dus dat maakt geen donder uit. En de plus, dat is ook niet zoveel beter. Die rotzooi is allemaal hetzelfde. Maar de bediening bij de Spar is toppie. Mooie kassières ook.
En van die hele handige jongens. Maar daar heb ik Henke ontmoet. En in een streetcafé. En een streetcafé, ja, dan moet je wat, nou, dat is ook niet zo duurder als de Spar. Want als je naar de Spar gaat, dan loop je al snel langs de cassière en dan moet je €7,50 afrekenen. Ja, daarvoor kan je bij het streetcafé 3 Jägermeister krijgen. En daar doe je de hele avond mee. IJs is gratis. Ja, en je mag daar binnen mag je wiet roken. Dus, dat zit in de vergunning. Ja, maar ik weet niet of ik naar een tent wil waar ze alcohol verkopen en waar je ook wiet mag roken. Want wat moet je daar dan? Nou, wat je daar moet, je moet er helemaal niks. Je mag daar schaken. Je mag daar dammen. Je mag daar backgammon spelen. Je mag daar een spel spelen. En dat is nieuw uitgevonden door Bart. En de naam is me even ontschoten. Je mag daar darten. Je mag daar tafelvoetballen. Dat moet niet. Het is niet verplicht om daar wiet te roken of te gaan schaken. Ben jij gek? Het mag daar. Toegestaan. Ja, maar dan gaat die wietlucht gaat in mijn kleren zitten. En dan moet ik mijn kleren in de was doen. Ja. Voor zover de wietlucht niet in je kleren gaat zitten, dan gaat jouw zweetlucht wel in je kleren zitten. Je moet er af en toe je kleren wassen. Ja, maar ik weet het nog steeds niet hoor. Dus daar mag van alles? Ja, behalve zeiken. En je moet wat geld meenemen. Je kan daar niet gratis naar binnen. Maar waar heb je het over, joh? Ze hebben daar van die hele zware, zure, eigenlijk bijna niet te drinken rode wijn. Die is €2,50 het glas. En dan krijg je een limonadeglas vol. Daar doe je 1,5 uur mee, man. Dat is niet weg te krijgen. Dat is echt geen lekkere wijn. Maar je hebt wel die tijd in die ruimte. En er komt van alles binnen, man. Er komen Hollandse mensen, echt behoorlijk veel Hollandse mensen. En een enorme bak buitenlanders. En daar zitten buitenlanders tussen en die kunnen perfect Nederlands. Want het zijn Nederlanders. Alleen die hebben een tintje, maar die zijn Nederlands. Die kunnen grapjes maken, geinen. Frank is er eentje van. En Frank komt uit Suriname. En zijn vader die is officier geweest bij de politie. Zo. En toen is hij vanwege omstandigheden hier beland. En hij heeft van die tanden waarvan je denkt, is dat een kunstgebit? Maar dat is niet zo. Dat zijn zijn eigen tanden. Ja. Een big smile heeft die man. Frank heet hij. Ah, dat is een Nederlander. Er komen meer van dat soort mensen komen er ook. Maar er komen ook regelrechte buitenlanders die lopen te hakkelen, die een beetje in het Engels moeten. Wat ik nou laatst, daar was er een Pool. Jezus, een Pool. Een hele leuke tent, hoor. Om er naartoe te gaan met een open hart, moet je zeggen. Met al je verdriet, wat mij betreft. En als je binnenkomt, je bek houden. Dat is de grootste truc. Gewoon je mond houden. Er komt wel iemand op je af. Er gebeurt wel wat. Er valt een flesje bier om. En dan mag jij meehelpen om de dweil te zoeken. En ben je met mensen samen? Dat was ik met Henk.
Ik ga toch niet tegen Henk lopen zeuren van de belastingdienst, zus en zo. En trouwens, mijn dochter en ja, over de moeder van mijn kind wil ik ook nog vertellen. Daar heeft Henk geen zin in, hè? Zo, maar niet doen. En dat wil ik ook helemaal niet tegen Henk. Met Henk een potje schaken. Punt. Hij vertelt me bijna niks over wat hem allemaal overkomen is. Van die kleine dingetjes. En dat vind ik wel leuk. En als Henk dat wil vertellen, ja, dan mag dat. Dan krijgt hij nog een Jägermeister. Dat is niet alleen met Henk, maar dat is met heel veel andere mensen daar ook. En die vrijheid om die details in je binnen te krijgen, die hebben jullie ook. Jullie mogen allemaal naar het streetcafé. Ik zou het doen, hoor. Als jij een vriendenclub hebt en jullie wonen in Doetinchem. Ik zeg maar wat. Doetinchem heb je die lullige treinverbinding. Hoe heet die ook alweer? Maar die gaat in één keer naar Arnhem Centraal. En die rijdt tot en met 's avonds. Weet ik ook niet precies. Dat is een half uur of zo. Ik ga het even opzoeken. Hey, kom op. Doetinchem Arnhem. Wat kost dat met het openbaar vervoer? Dat jullie ook een beetje een leuke... je kan wel zeggen, ik ben heel blij dat Perry altijd zo vrolijk is. Maar het zou ook leuk zijn als jullie vanuit jezelf ook lekker een beetje vrolijk gaan doen. OV92OV.nl. Oh, ik heb fout getypt. Wacht maar even. Jullie kunnen dit toch niet meezien. Dus, Even terug. Het is 9292OV. OV. Oké. 9292 reist met je mee. Nou, wat gaan we dan doen? Een cookies akkoord gaan. Gewoon gelijk doen. Geen enkel probleem. Cookies. Ik lust geen cookies. Maar een cookie via je browser. Maakt me niet uit. Dan krijg je geen koolhydraten binnen. En dan gaan we van Doetinchem. Even als voorbeeld, hè. En dan moeten we naar Arnhem. Ik zit hier helemaal zonder licht te typen. Dat is echt blind, hè? Arnhem Centraal. Oké, waar praten we over? Ik doe me gewoon per nu. Plan een reis. Maakt niet uit. Even kijken hoe lang het duurt. Dat is een half uur. In een half uur sta je op Arnhem Centraal. Ja, maar die trainen van dat is Arriva. Die vind ik heel saai. Ja, dan neem je popcorn mee. Zo, ja. Ook een heel goed idee. Dan koop je van die sinaasappelsapflesjes. Dan neem je als eerste daar een paar slokken uit. Dan vul je dat aan met, zeg maar wat je wil. De allergoedkoopste jenever. En dan niet helemaal tot aan de dop vol doen, hè. Maar, en dan die dop er weer op. En dan shake, 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 shake. Heb je een cocktail. Kan je gewoon tijdens dat half uurtje kan je alvast gaan binge drinken. Nou, en vanaf, dan gaan we nog. Ik ben echt jullie reisplanner. Dat jullie Henk mogen ontmoeten. Snap je? Dat je een beetje gaat lachen een keertje. Dan pak ik nu maps.google. Want je hebt natuurlijk dat station. Arnhem Centraal. En dan moeten we naar. Oh, dat doe ik verkeerd om. Wat heb ik zo? Het is de Wezenstraat. Zo. Wezenstraat. Daar moet je naartoe. Zo, een wees, voor degene die dat niet weten. Dat zijn mensen die hebben geen ouder. Dat heet, dus je hebt één wees en twee wezen. Zo, die Nederlandse les ook voor jullie. En dan vanaf Arnhem Centraal. Waar praten we over qua wandelroute? Arnhem Centraal. Ah, niet met de fiets, maar met de beentjes. Waar praten we over? 11 minuten. Dat is 1 kilometer.
Dus waar ben je mee bezig? In een half uur zit je te binge drinken in de trein van Arriva. En dan 11 minuten lopen en dan ben je in de Wezenstraat. Ja, maar is het daar elke avond gezellig? Nou, als er elke dag mensen uit Doetinchem komen, wel. En dan lach je helemaal kapot. Ja, maar dat kan ik dan alleen doen op vrijdagavond. En dan is het toch ook goed? Maak het uit. Iemand als ik loop daar naartoe in een half uur of zo. Nee, 20 minuten of zo. En mij kost dat ook 20 minuten. Nee, iets minder, denk ik. Even kijken, niet liegen nou. Een kwartier, denk ik. Ja, het is iets langer. Ietsjes langer, ja. Maar ik moet ook er echt wel meer dan 10 minuten lopen. Meer dan 11 minuten lopen. Ik doe het toch ook. En in Doetinchem is helemaal niks te beleven. Geef maar toe. Ja, maar ik kom zelf uit Nijmegen. En ik weet niet hoe saai het is in Doetinchem. Nee. Het probleem van die Nijmegenaren, dat ze niet in de gaten hebben wat saai is. Nou, Doetinchem lijkt wel een beetje op Nijmegen. Nee, waar het op lijkt, is dat het saai is. Die arme Doetinchemenaren. En trouwens, ze kunnen ook helemaal niet voetballen. De Graafschap gaat toch weg. Hey, allemaal grapjes natuurlijk, hè? Maar kom, doe dat gewoon. En vanuit Amsterdam is het ook goed te doen, hoor. De Amsterdam Centraal naar Arnhem Centraal is iets minder dan een uur. Hoef je niet over te stappen. Dan kan je opstappen op Amsterdam Amstel. Die kan je ook pakken. En die gaat heel makkelijk. Die gaat iedere half uur en iedere heel uur. Of je pakt die vanaf Amsterdam Centraal, sorry. En die gaat 20 minuten over het heel en 20 minuten over het half. 10 voor half of 10 voor het heel. Als je die niet haalt, dan, of dat niet wil. Of in Amsterdam-Amstel is het precies op het half en het heel. Heel goed te doen. Dan heb je minder dan een uur, ben je op Arnhem Centraal. Moet je 11 minuten lopen en dan ben je in Streetcafé. Ja, maar dan zitten we dus 2 uur in de trein in totaal met de terugreis. Ja, nou en? Heb je toch wat meegemaakt? Ja, maar dan heb je het over een heel stom cafeetje in een donkere straat van de mensen zonder ouders. Ja, nou en? Je kan het darten, kan je ook nog. Je kan het darten, je kan het schaken, tafelvoetballen. En het toilet is gratis. Het is ook belangrijk, het toilet is als je binnenkomt bij het streetcafé. Links heb je de bar en rechts heb je het dartboard. Gokken, kan je er ook. De gokapparaten. En als je dan doorloopt, dan zie je het tafelvoetbalspel. En links daarvan, daar zitten de toiletten. En nee, jij als meneer mag niet naar het eerste toilet. Want dat is van de dames. En ben je dronken, goed controleren dat als je kijkt naar de play, jij als man dan even, hè? Het moet een oude, verrotte toestand zijn, waarin je denkt, als ik hier ga lopen braken, is er niks aan de hand. Dan ben je op de goede play. Dat is de herenplay. Als je op een toilet komt, dat is die eerste, die is van de dames. En die ziet er heel netjes uit. En dan denk je, oh, hier mag ik vast niet kotsen. Precies, dan ben je op de damesplay. Die ruikt ook veel lekkerder. Je moet die play hebben die iets naar achteren ligt en die stinkt. Een hele ethische, gevoelige, mooie tent. Een levenservaring voor een gezond, voelend mens. Ja, maar kan je in Arnhem dan ook wat te eten krijgen?
Want als ik dan, ja, dat weet ik al nu weer van mij, dat, dan zit ik dan zo'n avondje te tanken in de, ja, en dan moeten we terug met de Arriva om een uurtje, of dinges. Maar dan wil ik van tevoren nog wel wat eten. Nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Eten in Arnhem. Nou, dat kan ook, hoor. Soderknetter. En dan voor weinig, hè? Ja, een rode wijn voor 2,50. Ik bedoel, die wijn is niet te zuipen, maar je wordt er wel dronken van. Jenever is €3. Dat is mij te duur. Ja, Jägermeister, 2,50. Heb je een dropshot. Is ook wel lekker. Een goede dropshot hebben ze daar. En een bier uit de tap. Wow. En de beugelsgrols, dat is de normale prijs. En drink je lekker van dat bittere bier. Sommige mensen vinden het te zoet. Maar ik drink niet van dat lichte spul. Niet in de kroeg. Je moet er alleen maar van pissen. Maar ieder zijn meug. Hè? Lekker van die golsbeugels gaan drinken. Waarom niet, man? En dan kan je precies uitleggen waar die tent zit. Waar ze calamaris, waar hij calamaris verkoopt. Oh, lekker, jongen. En die andere tent, die ken ik ook. Met die Koerden of Turken, wat zijn dat? En als je de trein mist, ja. Dan heb je nog hotels. Dat wordt duur. Ja, anders mag je bij mij slapen. Dan moet je even bellen. Maar waarom zou je de trein missen? En trouwens, dan neem je de taxi naar Doetinchem. We hebben hier van die zwartrijders. Jo, maar Perry, je mag niemand verklappen. Nee, dat doe ik ook helemaal niet. Maar als jij een beetje vriendelijk doet. En zeker op een vrijdag of een zaterdag, dan staat het bij het in de buurt van het station. Dan zijn er allemaal van die taxis klaar. Het is een kwestie van onderhandelen. We hebben de laatste trein gemist en we moeten naar Doetinchem. En wat gaan we dokken? Wat zou het kosten? Hier binnen Arnhem is het een tientje. Ongeveer iets van €1 de kilometer of zo. 50 cent de kilometer, zoiets. Nou, dat Doetinchem is 100 kilometer, dacht ik. Ongeveer. €50. Ja. Maar dan ben je thuis. En degene die hier met de taxi zo geduldig staan te wachten op klanten. Dat zijn hele aardige jongens. Je moet niet van die strakke jokers hebben. Die zeggen van, nee, ik rij alleen op de meter, want anders doe ik het niet. Ja, die moet je niet hebben. Gewoon de volgende pakken. Ja, die dure Mercedes, die dure BMW's, skippen die handel. Die jongens die rijden op de meter. En die gaan ze heel netjes, gaan ze zich aan de snelheid houden. Ja, de meter tikt door. Ha, 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 ha. Ja, jij niet beledigend tegen mij praat. Ja, nee, ik weet precies waar die meterrijders mee bezig zijn. Nou, gewoon zo'n deeltje maken. Zo'n man. Ik heb het heel vaak gedaan. Geen enkel probleem. Ik zit daar. Ik moet daar naartoe. En wat vind je van een tientje? Dan zijn ze een vent, dat is goed. Ik kom eraan. Ja, dan zit je in een Opel huppeltje pup. Ja, niet in een Mercedes. Nee. Maar dat heb je helemaal niet nodig, want een Opel, die rijdt ook, hoor. Dus kortom, als je de trein mist, dan ben je ook zo thuis uit Arnhem, man. En lachen. Als je de trein gemist hebt, dan loop je terug naar de Korenmarkt en dan haal je alsnog een frikandel speciaal met een ijsje met slagroom voor je wijf. En dan in die taxi, ga lekker naar Doetinchem terug. En over 3 maanden weer. Ja, maar wat maak je nou mee? Nou, dat heb ik je net verteld. Dat wat je meemaakt heeft te maken met de mate waarin je de dingen ziet die gebeuren. Al die kleine dingen, daar gaat het om.
In het schietcafé is een dartbord. Waarom ga je niet darten? In het schietcafé is een gokmachine. Waarom flikker je daar niet 40 euro in? Waarom niet? Gewoon kijken wat er gebeurt. Ik ben in een schietcafé een keer geweest. Er kwam er een man op me af en die zei, ik ben een christen. En het was zondag trouwens. En hij dronk spaarrood of zo. En hij bij mij controleren of ik mijn Bijbel wel had gelezen. Dus nou, ik map hem voor de bek met een aantal teksten ter bewijs. Van, nou, ik weet hoe Romeinen 12 vers 19 luidt. Ik weet Matthäus 7 vers 1. Ik weet er nog wel een paar. Oh, zei hij. Nou, dan zit ik te prediken voor eigen parochie. Zie, ja, dat lijkt me wel, ja. Zeg maar, je mag het wel over de Bijbel hebben. Dat vind ik helemaal niet erg. Altijd leuk om iets te leren. Ja, zei hij. Maar ik moet weg. En voordat ik wegga, moet ik nog even geld pakken uit de gokmachine. En dat neem ik mee, dat geld. En ik zeg geen gedag. En dat geld is voor de Ecclesias. Voor zijn kerk, zeg maar. Voor zijn familie. Ik zei, oké, dat lijkt me wel een stoer verhaal, jongen. En ik zat lekker aan de jenever en ik was lekker aan een joint. Zo, nou, ja, natuurlijk. Ik nam alvast afscheid van hem. En hij loopt op die gokkasten af. Dus als je schietcafé binnenkomt, gelijk rechts aan die gokkasten. En hij loopt bij een van die kasten af. En mept daar een paar euro in. En toen leek het wel alsof de trein... Die langs Wolfhezen langs geurt met 190 kilometer per uur. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Jezus van een herrie. Hij al die euro's eruit getild. En dan ging hij weg, zonder te groeten. Is gebeurd. Nee, Perry, toen had jij LSD op. Nee, ik heb nog nooit van mijn leven LSD gedaan. Ja, maar Perry, jij zegt net, je had een jenever op. Ja, nou en? Mijn lever is ongeveer 1,50 meter breed, 1 meter hoog en 50 centimeter diep. Dat is echt gebeurd, in het streetcafé. Ja, maar dat soort dingen gebeuren alleen maar als jij er bent. Nee, hoezo? Ben ik godverdomme God? Ja, want God is de schepper. Nee. Ah nee, God is de schepper, ja, maar ik niet. Ik let op, dat is iets anders. En dan zie je al die details. En dat mogen jullie ook gaan doen. Ja, maar dan moeten we net zo goed leren kijken en luisteren zoals jij. Misschien. Maar maak je geen zorgen. Je kan zeggen dat ik waarneem op een heel hoog frequentieniveau. Want die ontmoeting met die christelijke jongen die even de gokkasten leeg kwam tillen voor zijn familie. Ja, die hele ontmoeting duurde 3 minuten. Zo. 5. Ik heb het waargenomen. En ik vond het wel leuk. Ja. Want christenen hebben het bij het goede. Eind. Zoals Jezus zei, kijk naar de vogelen des velds. Al die mensen die dan zo zeggen, ja, ik ben rookverslaafd en ik wil nicotinepleisters van mijn volksverzekering. Ja, had je maar van tevoren moeten bedenken. Niet van mijn poen, alsjeblieft. Nee, hartstikke bedankt voor het luisteren. En dan moet ik op zijn hamburgers afscheid nemen.
En dan vraagt iedereen zich af. Ik heb al nog helemaal geen e-mail gekregen waarom mensen aan mij vragen. Dat mensen aan mij vragen van waarom op zijn hamburgers iedere keer. Hoe zit dat verhaal nou in elkaar? Want jij komt toch uit Amsterdam? Of daaromtrent. Je komt helemaal niet uit Hamburg. Ja, ik ben wel een keer in Hamburg geweest. Eén keer. Ik heb die hele enge brug gezien. Bij die haven, Hamburg is bij een rivier. En ze hebben Hamburg, hebben ze gevuurbombardeerd. Ja, maar Perry, dat is niet zo erg, want Dresden hebben ze ook gevuurbombardeerd. En Berlijn ook. Dus ja, die hamburgers, die moeten niet zo zeuren, want die Berlijnse vrouwen zijn ook allemaal verkracht. En dan kunnen we wel alleen hebben over de hamburgers, maar dat lijkt mij niet eerlijk. Nou, het is ook niet eerlijk, maar ik kan geen Berlijns. Ik ken maar één Hamburgs woord. Want als Hamburgs, zag ik tjus. En dag lieverds.